Hola, hola chicas. Ik heb vandaag eindelijk een beetje tijd gehad om deze video van de babyboomer voor jullie te maken. Het is helemaal niet moeilijk. Jullie gaan zien dat dat heel gemakkelijker is. Niks, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ga direct beginnen met de primer. We gaan een heel klein beetje doen op de natuurlijke nagel en we gaan wachten tot hij droogt met de lucht. Daarna doen wij een laagje van de IQ bond en we gaan met dit wit werken. Oké, we gaan beginnen. Ik ga eerst hier een klein beetje van mijn wit doen, dus ongeveer in het midden van de nagel en we gaan straks uitveden met zo'n ovaal penseeltje, dat is ovaal penseel nummer 4. We gaan uitveden naar boven, beetje per beetje. Dat moet niet perfect zijn, want sowieso komen we straks met de, met de pink gel en de overgang gaan we bijna niet zien. Dus maak je geen zorgen als die overgang niet perfect is, oké? En daarna gaan wij tot aan de rand van de vrije bord verder met het wit. Nog een klein beetje aan deze kant. Wat is hier wel belangrijk is dat het wit even dik is. Dus anders heb je vlekken, schaduwen en dat is wel niet mooi. Dit wit is zo een self-labeling gel, dus je moet je echt geen zorgen maken, want normaal gezien lekt het heel goed. Maar wel voorzichtig zijn dat je geen vlekken of dat je te veel duwt met je penseel in het wit. Okay? Daarna gaan we de gel laten uitharden 2 minuutjes in de lamp en we gaan beginnen met de roze. Ik ga met de Frosted Peach Intense werken. Hij is echt heel mooi. En we gaan eerst een dun laagje op heel de nagel leggen. En daarna nemen we nog een klein bolletje gel en we gaan gewoon opbouwen. Jullie gaan zien dat jullie hier heel dicht bij de nagelriem kunnen werken, want deze gel loopt echt niet gemakkelijk uit. Natuurlijk, als je super lang wacht, gaat sowieso de gel uitlopen. Maar je kan op gemak werken. Moet je niet haasten. Dus voor collega's die niet zoveel ervaring hebben, dat is wel super leuk om te gebruiken. Een klein beetje. Als jullie zien, je kan de hand draaien en de gel blijft mooi op zijn plaat zitten. We zijn bijna klaar. Maak je geen zorgen als je je wit een beetje dekt. Want daarna met die veel komt het eigenlijk in orde. Oké? Okay? Bijna klaar. En nu gaan we even in de lamp. De UV-lamp 2 minuutjes en in de Dual Wave 1 minuut. Voilà, handje uit de lamp en nu het is klinsen en velen. Je zal velen zoals je normaal doet. Ik gebruik een 180 grit veel. Gewoon echt voorzichtig dat je niet te veel veelt en dat je je wit weg doet. Want dan is het echt miserie. Dus voorzichtig velen. Probeer je gel zo goed mogelijk te leggen zodat je niet zoveel moet velen. Eerst de vrije bord en daarna gaan we de zijkantjes doen, de linkerkant. En we gaan dezelfde doen met de rechterkant en dan de top van de nagel. En de rest doen we met de buffer. De 100 grit. Buffer. Alles goed buffen. En daarna, ja, we zijn bijna klaar. Gewoon afstoffen. Een laagje
Je laat het opkoud en de nagel is klaar. Als jullie, ja, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar ik heb eigenlijk niet super veel geveild. Want deze gel legt zo goed dat je, als je voorzichtig bent, moet je niet veel velen. Eigenlijk heb ik bijna enkel de top van de nagel geveild. Voilà, dat is, meisjes, babyboomer. Zoals beloofd, hij is klaar. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en ik zie jullie volgende week. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.